Dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Onze laatste hele dag in New York. We kunnen treuren, maar we gaan ervan genieten. We gaan vandaag met het busje mee. Zeg jij eens met je mond tegen je gemelte, ik ga met de fiets. Top tegen mijn gemelte. Ja. Ik ga met de fiets. Nee, je gaat gewoon met het busje. We hebben hier de route. We hebben een paar dingen omcirkeld. Nee, we hebben een paar dingen omcirkeld die we vandaag dus willen zien. En het is vandaag... Wil je het pasje? We gaan eerst even lekker naar het ontbijt. Ja, geweldig. We staan hier even te kijken in de gym. Mooi, hè? Ja. Heel mooi. Allemaal zo'n oude zooi, maar ja, ze kunnen wel zeggen, we hebben een sportschool. Ik kan me niet voorstellen dat hier iemand ooit een sport is. En dan zo met je benen omhoog. Oeh, ik heb lang niet gesport. Ik mag wel weer een paar keer gaan sporten bij Laura. Ja. Hoeveel stappen zullen we vandaag zetten, denk je? Ik denk minder. Ik denk 13.000. Wat denk jij? 15.000. Weinig, hè? Terwijl die dag daarvoor... Ho, man, ho! Terwijl die dag daarvoor... zaten we alleen maar op de fiets, terwijl we bijna 20.000. Het busje haalt ons net in en zit te toeteren naar ons, dus we moeten mee. Kijk, staat ie. Hij weet dat we mee moeten. Hi. Hi, mama. Two person. Oké, 7 dog. Thank you. Oh. Dit is ons busje. Dit is serieus al. Dit is serieus al 20 minuten in die bus. En we zijn gewoon aan het wachten op de bus. Oh, we gaan omwegen. Dit hoge gebouw wat je ziet is helemaal van de New York Times. Ongelooflijk. Maar we zijn weer in het centrum terechtgekomen en we gaan vandaag met een busje mee en we gaan shoppen. En we moeten vandaag bubble tea halen. Want dat vind ik toch wel echt heel erg fijn als we dat gaan doen. We staan even wat petjes te passen in de winkel, dus ik heb deze gevonden. Dat vind ik echt heel mooi. Mama heeft ook een mooie gevonden. Mooi, man. Mam, hier. De Dirty Brown Sugar Milk Tea. Ja. We hebben even lekker een bubble tea gehaald. En we zijn even stiekem naar de wc geweest, wat we eigenlijk niet mochten. Nou ja, eigenlijk op internet stond dat het dus wel mocht. Alleen toen we hier aankwamen stond er alleen voor hotelgasten. In ieder geval, we zijn veel te laat alweer. We willen nu naar de bus gaan. De bus, top of the rock. We gaan nog op verschillende plekken uitstappen. De bustour duurt in totaal 90 minuten. We gaan dus met deze bus lang mee. Dus het vol. Ja, het is heel leuk, want morgen mogen we nog een keer mee. Blijf hier staan, hier staan. Sorry. Maar ja, we gaan er maar één stap uit. Jammer eigenlijk. Mam die heeft geknoeid. Wil je een papiertje hebben? Ik zal het niet meer helpen. En hij zal finance de 1000 jobs in New York. Dit is mooi, hè? Kijk, hier zie ik veel beter Central Park. We hebben hier ook een heel leuk filmpje van. Hoe ging dat filmpje ook weer? Waar zijn we nu? Top of the world of zoiets. Mam, wil je even zeggen waar we nou zijn? We zijn op de top van de wereld. Wauw. Nou, wat vond je er vandaag van? Geweldig. Ja? Ja, maar kijk naar uitzicht, dat is toch... Magnifiek. Magnifiek. Ik vind het nog mooier dat ik hier op uitkijk als van de Empire State Building, al wel daar nog een paar verdiepingen hoog. Maar dat scheelt niet heel veel, hè? Het scheelt maar 12 verdiepingen. Ja, maar ja, goed, maar dat is dan toch wel een meter of 30. Maar kijk hoe hoog die is. Want de Empire State Building, ik had het opgezocht, is al lang niet meer het hoogste gebouw. Eerst was het... Hier, dan gaan ze een foto maken op de bankje. Ik betaal ook 100 euro. Net echt. Zitten ze wel vast, ja.
Ja, zo zaten die mensen ook op die balk vroeger. Maar dan niet vast. Nee. Nou, ik heb foto van. En wat ik wou zeggen, nou, de Empire State Building is 40 jaar lang. Ja, de grootste gebouw van New York sowieso, maar ook top 5 grootste gebouw van de wereld. En nu staat het niet eens meer in de top 50. Weet je niet? Nee. Maar heel veel in Dubai is echt heel hoog volgens mij. Godverdomme. Ja, de stad in de stad eigenlijk. Ja, en iemand heeft allemaal betaald. Je hebt zelf allemaal. Kijk, en daar hebben we nog een heel hoog gebouw. Ik weet niet wat dat is. En die is ook heel hoog. Die? Die links is hoog, ja. Door de andere kant mooi, met Central Park erbij. Kijk, want hier ook is de Empire State Building. Dus die is daar. Met dat puntje erop. Ja. En we zien daar ook weer het vrijheidsbeeld daarachter. We hebben zomaar even een heel leuk plekje gevonden waar we nou gaan zitten. Buiten zitten we. We moeten hier wat eten, denk ik. Het is een lunchen. Nou, dat is wel de mooiste plek om te lunchen tot nu toe. Feiten over het Rockefeller gebouw. 1930, dus hij heeft tijdens de Grote Depressie, toen ook de andere gebouw leeg stond, heeft hij de opdracht gegeven om dit te bouwen. Om banen te creëren. Hier staat een jaarlijke kerstboomverlichting. Waarbij een enorme kerstboomplein was. Ja, dat was toen. En de ijsbaan die in de winter onder de kerstboom ligt. Die waren er vorige keer ook. Ja, ik ga daar gaan kijken. Oh, je ziet er wel goed uit. Kijk, het is een pretzel. Prettig. Het is niet veel voor lunch. Lekker. Lekker? Ja. Ga ik op uitjes. Heerlijk. In het Rockefeller Center hebben ze gewoon een ijsbaan, man. Niet normaal. En het heet The Rink. In de winter staat daar een hele grote kerstboom. Maar ik kan me herinneren dat vorige keer toen wij hier waren, dat die kerstboom daar al stond, of niet? Zal ik het even laten zien hoe het moet? Dat hebben we weer leuk gezien. Dan gaan we nu een ijsje halen. Ijsje bij de Ben & Jerry en dan gaan we naar de bus. Zo, jij hebt een ding haast, of niet? Ben & Jerry, here we come. Here it is. Het is. Een ijsje. Een ijsje met twee bolletjes. Mogen jullie raden hoe duur het was? 11 euro. 11 euro. 10 euro. Nou, wel lekker. Zo lelijk. Maar ik denk dat de toekomst van de auto's er wel aan toe gaat. New York Public Library. Gezondheid. Kijk, dit is de hoogste toren van New York. Ja, dit is de One World Trade Center. Ja, dit is wel, hij is volgens mij 531 meter hoog. Wauw. Dit is echt wel een mooi gedeelte van New York, vind ik. Mooi, netjes, geen zwervers, rustig. Het ziet er wel gewoon echt heel netjes uit. En mijn kinderen aan het spelen en er is een hondenuitlaatveldje waar honden aan het spelen waren. En we zijn net getuige geweest van de criminele activiteiten. Want ze gingen namelijk iemand oppakken. Allemaal mensen gingen ze oppakken. Die dingen aan het op straat verkopen waren. Hoe heet het? De M. Wat? Wat is dat? Ik weet niet waar jij het over hebt. Nee. Maar goed, het World Trade Center is hier voor ons. Oké, mama bedoelt dus. Mama bedoelt dus. Razzia, dat ze een grote groep mensen oppakken. Ja, dat was ook zo. Dat was ook zo. Heel goed. Nou, ik zou nou niet zeggen dat dit nou het hoogste gebouw van New York is. Jij wel? Ik heb echt wel hogere gebouwen gezien in New York. We staan hier nu bij de Twin Towers. 9-11. Het moment Ground Zero eigenlijk. Wij zijn hier 9 jaar geleden in het museum geweest. Dat was super interessant. Ze hebben hier dus dat is nu een gat. Hier heeft het gebouw dus gestaan. Dit hele stuk. En er is er daar dus nog één. Tweede. En hier stonden dus die gebouwen die dus helemaal ingestort zijn. Eigenlijk echt heel raar als je beseft. Hier hebben ze dus
één nieuwe gemaakt. En die heet ook de One World Trade Center. Wil ik even naar de andere kijken? Want daar ga je dus het museum in. Waar? Daar, daar dat moest je naar beneden, toch? Ja. Hier staat het water niet aan. Nou ja, je kan wel... In mijn herinnering was dit gewoon echt veel kleiner, dit gat. Had jij dat niet? Mam, vertel eens, wat zijn we hier aan het doen? Wachten. En hoe lang staan we hier al? 3 kwartier. Het is net de Efteling. Ja. Alleen dan niet leuk. Want... Het is ook niet leuk, de Efteling, maar... We hadden ook gewoon met de metro kunnen gaan. En dan waren we er lang geweest. Allang. Dan hadden we naar Pier 57 kunnen gaan. Ja. En dan hadden we naar de Edge kunnen gaan. En nu moeten we helaas Pier 57 overslaan. Die bus die komt gewoon niet. Ja, die staat hier op 9. Deze bus staat helemaal vol. Ja, helemaal vol. En nu staan we dus hier. We staan hier ergens bij 10. En nu zijn we aan het wachten op deze bus als die komt. Nou, dat is nog maar even de vraag. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Toen kwam er net eindelijk een bus. Er zijn nog 5 vol. Mensen ingestapt. Ja. Ik sta hier al verdorie 3 kwartier bij de ding. Och, het is allemaal zo zwaar. En ik heb al 3 keer gezegd, kom, we gaan naar de metro. Heb je al 3 keer gezegd? Ja, maar hij gaat wel van daar naar daar. Wat wil dat zeggen dan? Hop on, hop op. Duurt mij te lang. Ja. Ja, ja. Nou hè, 1 tot 10 man, dat jij die buschauffeur eigenlijk helemaal in elkaar trapt. Oké, 3, 2, 1, 4. Ik kan nu nog een stukje, ja. Als wij hetzelfde zijn. Als wat grapjes kan ik ook wel verzinnen met jou. Wat dan? Nou, iets anders. Maar nou, doe dan. Ik wacht het af. 1 tot 10, dat jij niet bent. Oh, zo. Oh, die. Oké. Oké, 3, 2, 1, 4. Zo, dikke hummelimo. Ongelooflijk. Ja, vol. Dat zit vol. Dit gaan we dus nooit meer doen. Mam, kom, we gaan met de metro. Ja, maar die komt er wel aan nou, hè? Ja, het maakt me niks uit. Dus doen we helemaal vol. Ongelooflijk. Nou, we gaan hier nog wel even in staan en dan ga ik even kijken waar de metro is. Waar stonden wij? Waren wij hier? Stonden wij hier? Ja. Oh ja. We zijn uit het busje gestapt. We konden niet naast elkaar. Het was zo druk. En er wilden allemaal nog mensen voordringen. Wij stonden 3 kwartier in de rij. En dan kwam er iemand gewoon vooraan in de rij staan. En iedereen zei er ook eens van. Dus die vrouw zei zelf. Laat me met rust. Ja, leave me alone. Ik ken geen Engels, zei ze. Nou, ze kon prima. Ja. Ja, we gaan op zoek naar de Edge, dat is ook een uitzichtpunt. Dan kunnen we ook komen met onze New York pas. Edge! Bij de zon ondergaan! Ja, dat was echt perfect, man. We kwamen echt de perfecte timing. Het was echt helemaal perfect. Alles was perfect. Voor mij staan wij hier nu op deze edge. Dit randje staan we nu. Man, hoe ben je het nou? Heel mooi duif. Is het een mooi duif? Mooi duif. En hoe vaak die duif op de foto's geweest, hè? Ja. Ik zal even laten zien wat wij zien. Eigenlijk moet je er even bij gaan staan, man. Kunnen we zien hoe het eruit ziet. Ja, helemaal erbij. Helemaal erbij. Ja, daar, ja. En nou lachen! Hey, handen omhoog! Yay! Goed zo! Ben je er blij mee? Yay! Mijn duifje. Duifje. Ja, mooi. Kijk, wij stonden hier net op de 100ste verdieping. We hebben nog nooit zo hoog in ons leven gestaan ergens op, hè? Want vandaag waren we bij verdieping 70, gisteren waren we bij verdieping 86. En dit was gewoon 100. Prachtig mooi. En die zonsondergang was echt perfect. Ik ben in heel veel meters geweest in mijn leven. En in Londen zijn ze ook lang en groot. Maar zoals deze heb ik er nog nooit gehad. Kijk, je ziet dat wij daar een heel stuk moeten. Maar kijk hier. Dit is niet normaal.
Of wel? Niet normaal. Kijk dan, dat is niet normaal. Nou, we hebben al 3 minuten gedaan om beneden te komen. Ik vind dit best wel een mooie... Oh. Wat niet beter kunt. We gaan vandaag het record halen aan het aantal stappen. Zo goed dat we gerend hebben. Ja? Overleefd? Ja, we moesten dus wel terug met de trap. Even kijken of we hebben onze maaltijd gekregen. De Beyond Burger. Het zou vegan moeten zijn, maar het ziet er niet echt vegan uit. Maar goed. 1110 calorieën zit er in mijn. Wat heb jij? 770? Is dat zelfs 770? Hoe bereiden ze die rijst dan? Is een normale maaltijd wat misschien 300 calorieën is. Je hebt zalm, je hebt een beetje rijst, je hebt broccoli. Oh, dat kan toch geen 700 zijn? Dan is die wel een heel vet gebakken. We hebben wel een leuk tentje. We hadden hier een heel mooi bosje. Run for a run, stop for a stop. Als je hem dan wil, de service wil, dan neem je gewoon het rode bosje. Dat is heel handig. Dat ze dat ook nergens anders hebben, dat snap ik ook niet. Dat is ook heel grappig, want dit is het hele restaurant. Super groot eigenlijk, hè? Maar dan ga je naar beneden. Eigenlijk is het een geheim restaurant. Want hier is het gewoon een winkel. Dus eigenlijk is het geheim. Goed doen. Jongens, ik ben geslaagd. Ik heb mijn Stanley Cup, maar dan een neppe. Wel net zo groot. En net zo lekker. Dus ik heb hem binnen. $30. Terwijl de echte Stanley Cups... Die zijn hier gewoon $25, dus dat is gelijk aan €23 of zo. Ja, en die zijn in Nederland €50, maar die heb ik niet gekocht. Nee, want dat zou te makkelijk gaan. Hé, ons busje staat al klaar. Maar de busjes, die snap ik ook nooit, want de ene keer dan staan ze klaar en dan denk je rennen. En dan ga je rennen. En dan gaat die pas een half uur later, want dan wil je eerst dat die vol zit. We need to go to the Exxon gas station. We zijn... Hoeveel stappen heb je gezet? We gaan het zien. Kijk op het. Hey! Oh, wow. Oh, wat heerlijk. Jongens en meiden. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zeggen wij... Wat we altijd zeggen. Later. Later.